Veel goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn nu alweer mislukt. En daarom staat de derde maandag van januari ook wel bekend als Blue Monday. Een dag waarop veel mensen zich neerslachtig voelen. Maar ook vandaag, studenten en scholieren mogen weer naar school. Misschien zorgt dit bij hen wel voor een minder down gevoel. Ja, minder, denk ik wel. Ja, want ik had vandaag een tentamen. Niet ideaal om mee te beginnen zo, maar het is toch wel fijn dat je dat gewoon op school kunt doen en niet thuis hoeft te doen. Ik denk dat het sowieso lastig is dat de scholen niet zo open zijn, dus dan heb je elke dag hetzelfde. Dus dan denk ik niet dat Blue Monday specialer is dan de rest van de afgelopen dagen. Ja, ik vind het wel fijn juist, want ik moet zeggen dat ik normaal niet superveel naar colleges ga. Maar zeker bij colleges, ja, is het toch wel fijner als je gewoon met je, ja, gewoon met studenten, ja, die kan volgen, zeg maar. Ik vind het heel leuk om eigenlijk naar school te gaan. Gewoon met iedereen gezellig en zo. Dus ik vind het wel fijner om gewoon op school te zijn dan thuis. Ja, je bent meer onder de mensen, zit minder zomaar in je eigen hockey 24/7. Dus gewoon, je mag weer lekker naar locatie toe. Je ziet gewoon weer je vrienden en dergelijke. En maakt gewoon net wel leuker, gezelliger. Wel fijn. Alleen nu hebben we toetsen. Maar ja, die hadden we sowieso al offline gehad. Dus het maakt eigenlijk niet heel veel uit. En hebben jullie eventueel nog tips voor mensen die zich juist wel droevig voelen in deze periode? Ga op vakantie. Ik ook. Ik zou zeggen, afspreken, doe iets wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt. Mij, als dat vooral helpt, als ik me even niet zo fijn voel, is vooral met mensen praten. En je merkt wel dat als je gewoon de goede mensen om je heen hebt en je gaat met hun praten, dan meestal helpt dat wel heel erg. Ben er voor elkaar. En vraag om hulp als het nodig is. Ja, toch zoveel mogelijk contact zoeken, appen, bellen. Dat in ieder geval, erover praten. En ik denk gewoon positief. Probeer het er beste van te maken. Beetje hobby's opnemen. Lekker muziek luisteren, podcastjes.